Wie tegenwoordig een rondje Goffert loopt, ziet ineens een deel van het oude stadion. Het gaat hier om een oude toegangspoort van het Goffertstadion die toegang gaf aan de Oosttribune. De ingang werd voor het laatst gebruikt in 1999, voordat het huidige stadion werd gebouwd. Supportersgroep van de HKN Eastside hebben de afgelopen weken het na jaren eens onder handen genomen en weer zichtbaar gemaakt. Nou, idee had ik eigenlijk al een paar jaar. En er zijn meerdere jongens die wel van de oude dingen, ja, die dat mooi vinden. Onder andere de Hazekamppoort en het torentje, dat soort dingen rondom de Goffert. Zelfs oude toilethoeken die er waren. Dat soort dingen, ja, dat vinden we mooi. En dit is eigenlijk het enige wat er nog een beetje van over is. En aangezien het ook eigenlijk onze oude ingang is aan de oostkant, waar Eastside ontstaan is. Ja, vonden wij als HKN en Eastside eigenlijk wel dat we dit weer in ere moeten herstellen. Zeker omdat het 50-jarig bestaan van de Eastside eraan komt. Bij het zien van de oude toegangspoort komen bij veel mensen weer herinneringen naar boven. Ja, zover ik hoor wel. Toen ze hier bezig waren, kwamen er zelfs mensen langs. Zeiden, oh, staat hier die poort nog? Hier ben ik als jong mannetje, konden we voor één gulden konden we naar binnen. Knipoogde en die liet je dan binnen. Dus dat soort verhalen, die kreeg je al te horen. En dat je met je zoon daar, oudere mensen die met de zoon nog daarheen zijn gegaan. En ja, dat zijn wel leuke dingen om te horen. Een deel van de trap en de poort zijn nu zichtbaar. Maar wat is nu uiteindelijk het doel voor de toegangspoort? Ja, het plan voor ons is eigenlijk het 50-jarige Eastside tot we toch weer een icoon van de oude Goffert terug hebben. Dat is voor namens de Eastside is dat. Maar er zijn ook enkele jongens die gewoon vinden dat dit gewoon echt, ja, dat hoort gewoon terug. Dit moet een monument worden. Ja, NEC vindt het geweldig. Ze vonden het niet zo leuk dat wij zelf even de bomen meteen hier gesnoeid hebben. Maar NEC wil hier ook iets mee. Het is mij nog niet helemaal duidelijk hoe en wat. En wie er verantwoordelijk is en wie wat op zich gaat nemen. Maar NEC vindt het ook mooi. De trappen herstellen en alles weer in oude glorie terugbrengen kost veel geld. Geld dat er nu niet is. Ja, dat weet ik wel zeker. Ik denk zo'n trap opnieuw inmetselen, beton eronder. Ja, dat is denk ik niet goedkoop. Ik weet eigenlijk nog niet wat het gaat kosten. We zijn met offertes bezig. We kunnen met crowdfunding en dat soort dingetjes doen. Maar dat is altijd maar de vraag hoe dat zich gaat ontwikkelen, zullen we zeggen. Uiteindelijk zou het mooi zijn als deze oude toegangspoort verwerkt gaat worden in het nieuw te bouwen stadion. Dan loop je weer onder de oude poort door het nieuwe stadion binnen. Ja, er is geloof ik een gezegde met Young City, Old City, Young Vibe. Nou, ik denk dat dit al een perfect voorbeeld daarvoor is. Dus de gemeente kan er eigenlijk niet onderuit. Ze hebben het zelf verzonnen. Dus dit is het mooiste voorbeeld wat er is.